Hallo, ik ben Hilde van Wichelen. Ik geef Frans in de eerste graad, zowel in het eerste als in het tweede middelbaar. Ik geef ook CLIL geschiedenis, dat is geschiedenis in het Frans, in het tweede middelbaar. En ik geef ook Boost in het eerste middelbaar. Ik daag daar de leerlingen uit in CLIL geschiedenis Frans. Hallo, ik ben Hein de Wolf, leraar in het Atheneum in Brugge. En naast de vakken Nederlands, Engels en taalonderzoek geef ik ook enkele uren Boost Frans aan het tweede jaar. En daarover zal ik samen met mijn collega Hilde van Wichelen iets meer uitleg geven nu. Wat bedoelen we nu met deze lessen boost? Eerst en vooral moeten we onderscheid maken tussen het eerste en het tweede jaar. Voor het eerste jaar wordt één lesuur gegeven om de 2 weken en dit voor alle leerlingen. Wat doen ze juist? Ofwel volgt een groep remediëring, ofwel uitdaging. Nu, in september is er eerst en vooral een gemeenschappelijk deel dat elke leerling volgt. En dat gaat over smart school, leren leren, groepsvorming en welzijn bijvoorbeeld. Na de eerste klasraad wordt er gekeken wat de specifieke noden zijn van de leerlingen, en op grond daarvan worden zij in groepjes ingedeeld. Deze groepjes kunnen wijzigen na elke evaluatieperiode. Elke groep bestaat uit een tiental leerlingen en er zijn 6 leerkrachten voorzien. Dan na september volgt een groep ofwel remediëring, dat kan vakinhoudelijk zijn, maar dat kan ook gaan over leren leren. Er is remediëring voor vakken als wiskunde, Frans, Nederlands, maar ook voor leren leren of zelfs voor ICT, waarbij men omgaat met Google Classroom en gebruik maakt van Chromebooks. Een andere groep zijn leerlingen die niet in aanmerking komen voor remediëring, maar eerder nood hebben aan een uitdaging. Deze groep leerlingen zal ofwel uitdaging ICT volgen, ofwel initiatielessen CLIL. Dit zijn lessen geschiedenis in het Frans, waar de leerlingen aan de hand van activerende werkvormen hun kennis en vaardigheden voor geschiedenis zullen opdoen. Zij worden dan tegelijkertijd ondergedompeld in een taalbad Frans.